Ja, heel goed. Ja, zo. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, als ze het kunnen verkopen, als ze, ja, gaat, verkoop gaat voor. Dus en ze hebben van Rieke kinderen, Tessa, die heeft al heel veel gekregen. En alles is alleen maar meegenomen. Maar mocht het verkocht kunnen worden, prima, gewoon verkopen. Dus, en dan moet je, en vraag maar, je weet hè, gewoon vraag maar wat die bijvoorbeeld geeft. Dus, ik draag 10% neer, weet je wel. Probeer dat maar. Maar kijk maar, weet je, alles is goed, hè, joh. Anders wordt weggegeven. Dus. Hoeveel? Oh, deal! Doen. Ja, goed. Ja. Ja, ik heb zin in het. Zilver. Ja. Je kan alles, verzin maar mooie prijs ervoor en het is altijd goed. Ja, en wat op speekzaakschoekjes. Doei. De tante is nu al verkopen van de woning van de buurt. Oh. Dus hij had alleen maar marktplaats gezet. Dus hij was wel goedkoper die al mee wil. Oh nee, we zijn er ook vanaf. Ja. Het huis is al helemaal leeg. Ja, het is het gaat de goede kant op, zo te zeggen. Okay. Het raakt steeds leger. En we hebben formeel moet het 7 januari afgeleverd worden. Oh. Dat het eerder was. Ja. Maar jij hebt even. Sorry? Je hebt nog even de vrij. Ja. Nou, het is de woning van de kopers. Die is waarschijnlijk verkocht, heb ik begrepen. Ah, oh, oké. Okay. En die willen, met een beetje geluk, willen ze... Is het shit? Ja. Met een beetje geluk willen ze al in november de opening kopen. Dat zou ik wel blijven worden. Op de grond liggen rollen, van de pijn. Ja, dat doen ze heel erg. Houd toch eens op. Die schreeuwen en lekker lolly. Kijk je ook het programma Sloebers en Rijken op Nederland 3 is dat? Nee, is leuk. Ja, wacht even, ik ga zo wel even... Het is geluk bij je. Ja, we hebben het niet over onszelf. Bij deze wil ik even groetjes doen aan alle ouders van de UVV. Maar af en toe hoor ik mezelf ook terug lachen, hè? Mooi toch? Ja. Misschien moet ik gewoon de tijd bij gaan houden van hoeveel ze geïnteresseerd op de grond liggen. Ja, dat is heel veel. Laat ze gewoon tonen vaak. Dus daardoor krijgen ze wel elke keer. Nee, dit is de derde alweer. De derde? Ja, nou, maar daardoor krijgen ze elke keer een vrije trap. Ja, op die manier kan ik ook winnen. Ga gewoon voetballen, man. Waarom gaan ze met z'n allen daar zitten? Waarom niet? Ren.
best wel een aantal lange spelers. Ja. Zo. Ik vind je net zo goed kunnen voetballen. Zijn niet snel. Nee, maar ook helemaal omdat de tegenpartij niet zo. Nee, de tegenpartij is helemaal niet goed, maar. Nee. Zouden we met ons mee, Gerrit? Ja. Ja. Zijn ook helemaal niet fel of zo, hè, die van ons. Lopen, lopen, goed zo. Come on.
Doorgaan! Hey! Ik wou zeggen, niet maar dat het geen grap is. Wie is er verder voor? Oh, heb ik echt niet. Ik zie dat niet. Bij de rand van 16 meter heb je... Oké. Klaar, hè? Nog een keer. En hij wil een bal. Ja. Gaat hem niet worden, de vader. Waar is de bal dan nu? Ja, die is daar achter, volgens mij de sloot niet. Kom op, erin! Oh! Is het corner dit? Ja? Dat is corner. Weer een corner de andere kant op, maar het is gewoon zonde. Kijk, die gozer die wc staan. Kop groter dan. Dat is wel heel laat. Kom op, jongens. Ja.
Die laten we wel goed spelen. Ze worden een beetje paniek als ze daar de bal krijgen. Shake heeft al een gezicht. Echt? Ja, hè? Ze is op zijn neus. Ik heb me nog een keer herinneren dat Shane tegen zo'n paal aanrende, weet je nog? Die waren heel klein. Is nooit helemaal goed gekomen. Jawel, ah nee. Vergeet het ook nooit meer. Past zich gelijk wel gewoon aan hun spel. Dat is echt sterk. Andere kant op. Zo'n score is echt een stomme fout. Ja. Want, ja, het spel bij hun voorin ook wel heel slecht. Ze kunnen niet af, maar ze hebben, volgens mij hebben ze niemand met een schot of zo. Ja, we maken wel veel te veel fouten. Want zo'n team hoor je toch al voor te staan. Ah, daar liggen ze weer handig op. Ja. Dit zou met 5-0 moeten, of 0-5 moeten kunnen winnen. Ja, toch? Als ze spelen op hun kwaliteit spelen. Ja, dat doen ze niet. We kunnen veel beter dan dit. We kunnen veel beter. Op dit moment zijn we niet beter dan dit. Nee. Schiet nou! Lang gewacht! Schiet nou! God, oh. Oh, dat was echt zonde.
Nou, we komen in de buurt. Ja. De volgende gaat erin. Die keeper is ook een beetje onzeker. Ja, normaal. Ja. Oei! Oh, zo moet het wel. Dit gestopt is wel veel, hè? Ja. Oh! Dat is stop. Oh, hey, we willen die bal dan! Binnen de zaal! Hij mag gelijk. Ja! Ja. Is hij de captain? Ik weet het niet. Gewoon iemand die zijn korte mond open trekt. Nou, we hadden toch net twee kansen die we echt inhandig moeten. Lastig maken. Zo! Gaat Dennis? Dennis gaat jongen? Het is diezelfde nou, die gozer die net zijn mond open trok. Hij is wel heel stil daar. Was dat niet normaal? Oh, jammer. Goed! Jongens. Oh!
Want dan vind ik het helemaal niet daar. Hier moet de naam is. Ja. Dit is gelijk. Ik zag je Peter filmen eigenlijk. Wij winnen met filmen. Nou, winnen we tenminste met iets, hè? Ja. Kom op, kom. Rennen, mee kom eens in. Lopen. Al binnen. Aanbieden, vrijstaan. Die gasten komen af en toe best wel gevaarlijk in. Ja. En dan lopen ze zelf al met liggen ze te rollen op de grond. Rust. Goed. Doorgaan. Shane, ga je lopen. Ga je lopen. Ai. Ja. Zo voor die.